In zijn recent verschenen biografie, getiteld Hans Klok, Het leven achter de illusie, deelt Hans Klok een ontroerend verhaal over zijn band met de familie van zijn overleden assistente, Nathalie Hoop. Na haar tragische overlijden in 2020 aan de gevolgen van baarmoederhalskanker, bleven Nathalie's echtgenoot, Pepijn Padberg, en hun dochter Kate achter in diepe rouw. Hans Klok, die altijd al droomde van een groot gezin, maar vanwege zijn drukke carrière die vaderrol aan zich voorbij zag gaan, vond troost en vreugde in het feit dat hij iets bijzonders kon betekenen voor Kate en haar vader. Pepijn Padberg, die eerder getrouwd was met presentatrice Bridget Maasland, beschouwt Hans als een integraal onderdeel van hun familie. De band tussen Hans en Kate gaat verder dan professioneel respect. Hans betrekt Kate actief in zijn wereld van illusies en magie. Ze mocht zelfs een dag met hem meelopen en ontdekte de magie achter de schermen. Hans zorgt ervoor dat Kate zich geliefd en gekoesterd voelt. En dat is voor Pepijn van onschatbare waarde. De herinneringen aan Nathalie worden levend gehouden door de verhalen die Hans deelt, waardoor Kate haar moeder op een unieke manier blijft herinneren. Het is niet alleen een hartverwarmend verhaal, maar ook een eerbetoon aan de kracht van vriendschap en steun, zelfs in de moeilijkste tijden.